De democratie kan niet zonder de vrijheid en de vrijheid kan niet zonder de democratie. De kunst van vrijheid is natuurlijk dat je het gebruikt, dat je het hanteert, dat je de voordelen uitnut, gebruikt, maar dat je ook de nadelen accepteert. Dus vrijheid werkt beter voor het geheel als mensen in staat zijn de vrijheid die ze hebben niet altijd volledig te nemen.